55 Mitchell Deitch. Van de Wiesel speelt. Ja, Kai, gefeliciteerd met het punt. Je scoorde de 2-1. Wat ging er door je heen op dat moment? Ja, weet ik eigenlijk niet. Blijdschap natuurlijk. Beetje twijfel, eerlijk gezegd. Omdat ik een loopactie maakte en ik twijfelde of ik niet op het moment van schieten van Cordoba buitenspel stond. Dus dan durf je nog niet met volle overtuiging te juichen. Maar toen ik terugliep, vroeg ik meteen aan de scheids van N. En toen zei hij, ja, hij is al gecheckt en bevestigd. Dan is het een soort van ontlading en de grootste blijdschap die doorheen gaat. Hieruit is natuurlijk altijd een speciale wedstrijd. In de arena spelen is sowieso bijzonder. En als je dan een verleden hebt en hier groot bent geworden als jongen, dan is dat extra speciaal. Maar goed, ik ben ook al een tijdje weg inmiddels. Ik ben blij dat ik hier voor Fortuna kan spelen en mijn best kan doen. En als ik dan het team kan helpen met een goal en een punt hier weg kan snoepen, dan ben ik daar niet rouwig om. Ja, ben je blij met het punt of toch wel een beetje teleurgesteld? Ja, een beetje voor allebei eigenlijk. Als je hem in de laatste minuten nog tegenkrijgt. Kon je de 3-1 maken. Dan sta je wel met mixed feelings. Maar ik denk dat je van tevoren, als je zegt gelijk speelt tegen Ajax, dat je daar natuurlijk wel tevreden mee bent. Maar dat is voetbal. De laatste kwartiertje of zo gingen hun ook heel veel drukken. En dan weet je dat je achteruit gaat en dan weet je dat hij kan vallen. Maar ik ben in ieder geval blij dat we niet hebben verloren hier. Ja, niet veel spelers van Fortuna kunnen zeggen dat ze in de arena scoren. Hoe voelde dat? Ja, leuk. Fantastisch. Ik denk dat je als kleine jongen, iedereen als kleine jongen, in de arena wilt scoren. En zelf heb ik er ook, wat ik zeg, over gedroomd en over nagedacht en gevisualiseerd. En dan is het toch mooi dat je hem zo erin kan pegelen. Deze week heeft Ajax natuurlijk ook tegen Aston Villa gespeeld. Hun hebben hier 0 keer gescoord. Kunnen we dan zeggen dat Fortuna eigenlijk beter is? Ja, we kunnen kunnen de Premier League in de top 4 meedoen. Nee, dat is natuurlijk mooi, snap je? Voetbal. Vorige week speelt Ajax tegen Utrecht. Heeft Utrecht eigenlijk geen kans. En spelen tegen Aston Villa. 0-0. Ajax kon eigenlijk die wedstrijd winnen ook. En dan zie je dat wij hier gewoon met heel veel lef, met heel veel intensiteit. Gewoon hier 2-2 over de streep trekken en eigenlijk zelfs konden winnen. Dus dat geeft ons nog meer vertrouwen. Dat geeft ook aan dat we
dat je tegen zulke ploegen gewoon met veel lef moet spelen. En dat je gewoon van je eigen kwaliteiten moet uitgaan. En dat hebben we vandaag laten zien. En we zijn blij dat we de fans en dat we Fortuna weer een beetje op de kaart of een beetje goed hebben kunnen laten zien, zeg maar.